Jawel jongens, goedemorgen. Het is inmiddels al dag 16, maar reis door Europa met 1 euro. Ik ga nu naar Rome Centrum vertrekken, want we willen vandaag zoveel mogelijk geld maken. Want morgen wil ik gaan vertrekken uit Italië. Zoals ik zei gisteren in mijn vlog, ik voel Italië niet man, dus ik wil snel mogelijk weggaan. Laten we nu naar Rome Centrum gaan, naar toeristische plekken gaan en proberen zoveel mogelijk geld te maken. Maar vergeet sowieso niet te liken, te delen, laat die reactie achter en laten we nu vertrekken naar Rome Centrum. Jongens, ik ben nu aan het wachten op de bus 105 die ons gaat brengen naar het Rome Centrum. We gaan niet betalen. Want als we nu betalen, hebben we geen geld meer over. We hebben gisteren zwart gereden, 4 keer. Dat is ons gelukt, dus hopelijk gaat dat vandaag ook lukken. Want als dat niet lukt, dan hebben we een probleempje. Dan heb ik geen geld meer over. Dus we moeten proberen zwart te rijden, niet gepakt te worden. Maar normaal gezien moet dat lukken, maar ze controleren niet. Dus ja jongens, we zijn op de bus. Het is ons gelukt, we hebben weer niet betaald. We zijn super blij, dus hopelijk ook geen controle. We zijn veilig van de bus afgestapt, we hebben niet betaald. En nu ben ik aan het lopen naar een plek dat noemt, even mijn telefoon erbij nemen. Colosseum. Ja, wat een heel toeristische plek. Waar heel veel internationale mensen zijn, dus daar gaan we proberen ons geluk te testen. Die is wel super mooi, die is wel nice, roper. Ja, ongeveer 1,3 kilometer lopen naar daar. En, we gaan proberen daar ons geluk te testen. Hopelijk gaan we veel mensen gaan tegenkomen die Engels praten. Dus wens ons succes en wens mij succes. Check even dit man, para. Kijk maar ook hoeveel mensen hier zijn. Die is super mooi. Wat wel nice is, ik wil jullie even laten zien zeg maar, wat de view van hier is. Dat is wel super nice. Ze zijn er ook aan het renoveren blijkbaar. Dus renovaties zijn echt hard aan de gang hier. Maar zoals jullie zien, is renovaties van hard. Kunnen jullie ook even kunnen zien op camera? Ja. Vanuit deze kant is het nog mooier jongens. Echt niet normaal. Ik heb gezien, je moet betalen en de tickets waren ongeveer 23 euro voor dat te bezoeken. En zoals jullie weten, ik heb namelijk geen 23 euro in mijn budget. Dus dat moest wel jammer genoeg laten. Wat jammer is. Maar het is hier wel super mooi. Het is ook warm, niet zoals in België. België is fucking koud voor een of andere reden. Echt nice. Ik hou ervan man. En ook heel veel mensen hier. Dit is het perfecte moment om proberen geld te maken. Of ze mijn geld gaan geven is een andere vraag, maar we kunnen het inmiddels wel gewoon proberen. Ik ben net benaderd geweest door een persoon en hij heeft mij dit zeg maar verkocht. Wacht, dit. Dat kunnen we zien. Wacht hè. Ja, laat me even. Dus, ja, dit heeft hij verkocht aan mij. En blijkbaar heeft die olifant is teken van geluk, dat is waar hij mij zei. Maar ik vond het zo erg voor hem, snap je? Het is iemand hard aan het werken, ook Afrikaan. Dus ik heb hem mijn laatste euro's gegeven, mijn laatste 2 euro's. Dat betekent dat ik vanaf nu 0 euro heb. Dus dat betekent dat ik echt geld moet beginnen maken. Maar hier, niemand moet geld geven. En dat weet je waarom ook. Er zijn al heel veel mensen die hier dingen verkopen en zo. Dus de competitie ligt al super hoog. Dus ik denk dat ik naar een andere plek moet. So, I'm from Belgium, YouTuber. And I travel Europe with 1 euro. And I'm today in Rome. I try to make the most money because tomorrow I want to leave the other country. And the purpose of this challenge is to create awareness for Congo. Because like in Congo there's like a lot of there's a war going on and genocide and nobody's talking about it. So that's why I want to use my platform to create awareness because the media, Western media, doesn't really talk about it. So if you got any chance, like 1 euro, 50 cents, help me out in my journey, I would appreciate it. But if you don't, nope. The man praat niet eens. Okay, yeah, thank you. Besef, die man antwoordde niet eens. Hij zei gewoon niks. What the fuck? Anyway, yeah, ja, hoort erbij, weet je wat, hoort erbij. Excuse me, sir, can I ask you a question? Nope. Hij wil ook niks horen. Fucking hell. Excuse me sir, can I ask you a question? No. Nope. Alright. Hallo, what the fuck? Iedereen negeert me hier gewoon man. Para, iedereen negeert me hier. Zo, deze fietser negeert me. Italië is echt geen vibe. Ik haat Italië echt. Bro, niemand gaat hier mijn geld geven. Letterlijk niet. Jongens, ik heb goed nieuws. Ik heb net een bericht ontvangen dat ik genomineerd ben voor de JB's. Let's go! Ik hou van jullie, maar iedereen die mij gestemd heeft, loof naar jullie. We gaan even nu kijken voor wat ik genomineerd ben. Wachten. Bekijken in welke categorie je bent genomineerd. Oké. En ik ben genomineerd voor. Kijken hè. Long Jamie Award voor beste maker van lange video's van 2023. Oké. I see y'all. Oké, ik ben genomineerd voor zeg maar de beste langste video's van 2023.
Makes sense. Ik maak zieke video's, lange video's, leuke video's. Dus het makes sense. Ik heb heel veel video's gepost in 2023. Dus het is logisch dat ik genomineerd ben. Weet je wat wel jammer is? Mijn beste Mattie, Osakio, is niet genomineerd, man. Niet genomineerd vind ik wel een beetje schandalig, man. Die man is zo snel gegroeid. Maar ja, hij is ook pas begonnen in maart. Misschien ligt het daar aan, maar dan nog. Ik vind wel dat hij een nominatie verdiende. Ja, ik ben echt aan het kijken. Maar Mattie Boteloo, hij is ook genomineerd voor best korte video's. Shout-out naar hem, man. Shout-out naar Boteloo, hij is ook genomineerd. Love naar hem, man. Heel veel straatartiesten. Mooie view. Dat wel. Maar jongens, ik denk niet dat ik hier geld ga maken. Ik word alleen maar afgewezen. Het is super frustrerend. Mensen laten mij niet eens uitpraten. Ze lopen gewoon door. Dat is heel erg. Zoals was ik deze meneer ook. Hij wil toch niks horen van mij. Wat jammer is. Maar ja, ik moet even zien met welke gameplan nu, dat ik nu ga komen. Want ik heb letterlijk 0 euro. Oké, jongens, wat zou ik je nu even bellen? Hopelijk neemt dat op en dan ga ik hem het nieuws vertellen, joh. Yo, broski. Oké. Ga ik rustig met jou, bro? Bro, ik heb slecht nieuws voor jou. Alleen geen slecht nieuws voor jou. Allee, ik vind het jammer, zeg maar. Ik heb net, ik ben aan het vloggen, by the way, dus je bent in de vlog nu. Maar terwijl ik aan het vloggen was, kreeg ik een melding dat ik genomineerd was voor de Jamies. Dus ik denk, laat me even kijken of mijn Mattie Osako is genomineerd. Bro, je bent niet genomineerd. Je bent niet genomineerd, bro. Nee. En wil je lachen? Weet je wie er bij mij in de... Weet je wie bij mij in de categorie zit? Wacht. En waar is de categorie? Beste maken van lange video's 2023. Ja, en Boteloo is genomineerd bij beste kortvideo's van 2023. En dingen, opkomende. Dat is er niet. Ja, dat vond ik ook super raar. Is geen opkomend talent, fucking raar. Excuse me, ma'am, can I ask you a question, please? Nope. Die is ook gewoon naar rechts gegaan. Doe eens proberen. No, excuse me. Yeah, I'm a YouTuber. Nope. Bro, hi ik. Ze willen ons niet goed zien. They don't wanna see me win. Dus ja, it's fucked up, maar ja. Jongens, zeg maar, dit is die hele grote winkelstraat. Het is wel crazy. Dus ik ben hier aangekomen. Dus dit is die winkelstraat. Het is er wel mooi, daar niet van. Hier is zelfs iemand aan het zingen. Maar ik ben even aan het kijken hoe ik het hier ga doen, want Italië wel heel veel oude mensen, man. The fuck? Ik zie echt amper jongeren. Hoe kan dit? Dus ik ben even aan het zien hoe ik het ga doen. Dit is echt zo het land dat lastigste was. Het lastigste is, zeg maar. Ik weet niet hoe, maar de Italianen die zijn een apart volk. Apart volk. Ze zijn een beetje niet open-minded, laten we het zo zeggen. Ja. Iemand dacht zelf, zeg maar, dat ik haar ging beroven. Bro, ik heb mijn camera vast. Hoe de fuck ga ik je beroven? Like, doesn't make any sense, bro. En weet je wat irritantste is aan Italië nog? Elke keer mijn telefoon valt uit, zeg maar. Ik heb geen service. Dan heb ik geen 4G meer. Super irritant. Dus soms heb ik mijn GPS op, dan weet ik niet meer waar ik me bevind. Omdat ineens ik geen service heb. Geen service. Ineens weg. Echt, dat gebeurt de hele tijd. Geen enkel land is dat gebeurd buiten in Italië, man. Super vreemd. Ah, Apple. Waarom hebben wij niet zo'n Apple winkel in België, man? Hebben we dat? Is er zo'n Apple winkel in België? Ik weet dat ook niet. Ik ben van denken. Maar ja, super lastig. Super lastig, maar... Ik ga niet liegen, jongens. Voor de eerste keer in heel deze challenge is mijn motivatie echt super laag. 0 euro gemaakt. En het is momenteel 5 uur. 3 over 5 om precies te zijn. Dus ja, moet even denken wat ik ga doen. Gewoon Italië in het algemeen. Zoals ik gisteren zei, de vibe is hier anders. De vibe is hier helemaal anders. Wel een super mooi land, super mooie stad. Maar de vibe is hier gewoon. Ja, de vibe is hier. Is het gewoon niet, man? Jammer, is het gewoon niet simpel als dat? Yes, sir. Nope. Hayek. Hij steekt gewoon over. Hayek. Sir, can I ask you a question, please? Nope. Ja. Hij loopt ook gewoon door. Dit is lastig. Dit is lastig. Mamma mia. Mamma mia. Ik doe dat een beetje zachtjes, want als ik dat luid ga doen, ga ik deze allemaal side-eyes geven. Maar ja, dit is lastig. Ik wist dat het lastig ging zijn. Hoe verder wij in de cells gingen zijn, hoe lastiger het ging worden. Dus ik was er me wel van bewust, maar 0 euro? Like, Hayek, niet eens 50 cent. En ik heb echt veel moeite gedaan vandaag, jongens. Ik stond super vroeg op. Ik heb verschillende plekken gezien. Niemand wou mij helpen vandaag. Wat super jammer is. Hey. Weet je wat grappig is? Iedereen zegt altijd, hola, hola in mijn video, bla bla. Dan vraag ik om geld. Ah, no, I got no money on me. Sorry, good luck. Ja, dankjewel voor de good luck. Maar daar ben ik jammer genoeg niks mee. Ik ben gewoon een beetje gefrustreerd. Wat logisch is.
dus de hele dag buiten maakt. Oh, als je de hele dag buiten bent, geld probeert te maken. Want ik kon natuurlijk ook waterflessen halen en dat verkopen, maar no way dat ik er vanaf ging geraken. Dus ja, morgen moet ik zien hoe ik geld ga maken. Moet met een goede gameplan komen. Ik ga misschien een story plaatsen op mijn Instagram. Misschien dat jullie mij kunnen helpen, daarvoor tips hebben. Misschien heb ik Italiaanse volgers die mij kunnen helpen. Dus ja, ik ga zien, ik ga zien. What the hell? Is hij... Hoe noemt hij alweer? Ik heb vergeten hoe hij noemt, joh. Hoe kan je vergeten? Hoe noemt hij? Aladdin. Hij is Aladdin, ja. Ik was helemaal vergeten, man. Ja, jongens. Ik weet niet of jullie kunnen zien, maar mijn moed is echt helemaal... Is hem niet, man. Ik ben super demotiverend. Gewoon, alles valt tegen vandaag. We zijn al over de helft van de challenge. En de donaties zijn ook niet super lekker aan het gaan. Dus nog niet heel veel mensen hebben gedoneerd, wat ik heel jammer vind. Maar we dwingen niemand natuurlijk. Maar ja, het is wat demotiverend ook, zeg maar. Dat vraag ik me af. Dat vraag ik me zeg maar af, toch? Geven mensen niet veel om Congo of willen mensen die doneren? Ik weet het niet. Ik vind het gewoon jammer. Maar blijf positief denken. We hebben nog 2 weken. Nog 2 weken om super veel lawaai te maken. Om heel veel geld in te zamelen. Hopelijk 10.000 euro's. Er moet misschien een mirakel gebeuren om binnen de 2 weken tijd, zeg maar, ja, 10.000 euro in te zamelen. Maar ik geloof er nog steeds in. Maar ik vind het gewoon jammer, snap je? Alles stapelt een beetje op. Mijn motivatie zit nu gewoon super laag. Het laagste dat ik me ooit gevoeld heb in heel deze challenge. Dus ja, dat wil ik eventjes mededelen aan jullie. Dat ik het gewoon jammer vind. Maar niks aan te doen, weet je. We blijven positief, we proberen positief te zijn. Maar ik ben ook een mens, ik heb ook gevoelens. En soms, ja, is de motivatie er gewoon niet. Zoals vandaag, niks aan te doen. Jongens, ik heb misschien een slachtoffergroep gevonden hier. Ik ga vragen aan hun of ze mij kunnen helpen. Als ze me niet kunnen helpen, dan ben ik gefokt. Maar als ze me kunnen helpen, zou het mooi zijn, snap je? Het is wel een heel ghetto plek. En are you from Italy? Yes. Okay, I'm a YouTuber from Belgium. I'm traveling Europe with 1 euro. Y'all got like 50 cents, 1 euro to give out, to help me out, because this is a really hard challenge. Y'all with a lot of people here. I go for school. I y'all dance. They want to show me some moves. They just finished. They just finished. Are you like, this is your rehearsal with our hip-hop? Yeah. Hip-hop. Hip-hop, urban. Urban hip-hop, nice. Afro. Okay. That's nice, man. That's crazy. Yeah, people in Italy are really rude, man. I don't like it here, man. I don't like it. People just ignoring me. I was like, damn. This is the last... My last days. Today I make 0 euros. 0 euros. Zero. You got 1 euro. Yeah, what? You to say... Okay, jongens. Deze strijder wil mij 1 euro geven. What's your name? Adrian. Adrian, okay. You need to make a transaction on camera, dude. Are you ready? Oh, yes. Trap star. Okay. 1 euro. 1 euro. Let's go, transaction. Let's go. 2 euro. Oh, got me 2 euros. Shout out to him, man. We have a message for people from Belgium. I don't know. 1,000 people are going to watch this. 100,000 people are going to watch this. 1,000. 100,000 people. 100,000. Yeah. Now. Got a message? Got no message? Jongens, what's your name? Shout out to Adra. Adra. Shout out to Adra, I have my 2 euro gegeven. Shout out to you, man. God bless you. And maybe some of your other friends gotta give me money. You need to ask them. You need to ask them. You're with a lot of people. We hebben de eerste 2 euro gemaakt. Ja, jongens, we zijn net uitgestapt van de bus. Nu ben ik onderweg naar mijn hostel. En gaan we daar eventjes iets eten. Ik heb nog stokbrood liggen van gisteren. En nog die vlees. Dat wordt mijn avondmaal van vandaag. Ik eet niet veel. Ik ben echt heel veel afgevallen. Like in deze 2 weken. Het is echt crazy. Ik kijk vandaag in de spiegel en eigenlijk van damn, ik ben echt veel afgevallen. Dus daar moeten we ook aan werken als we terug zijn in België. Maar nu eventjes terug naar het hostel eten. En ja, dan even een gameplan verzinnen voor morgen. Want we hebben 2 euro gemaakt vandaag. Dat is te weinig. Ik ben net aankomen in mijn hostel. Ik heb hier mijn vleesjes nog. Die ik gisteren heb gekocht. Oh, ik ga moet even stil blijven, ja. En nog mijn stokbrood van gisteren. Ja, en drinken ook nog. Dus dit is mijn avondeten. Vandaag was super lastige dag. Zoals jullie zien, we zijn heel veel afgewezen geweest. We hebben maar 2 euro gemaakt. Dus ondanks we de hele dag buiten zijn geweest. Dus ik denk dat ik een goed plan ga inschakelen. Want morgen zo snel mogelijk weggaan naar Italië. Want Italië werkt niet. De mensen zijn gewoon niet zo open-minded. Zijn heel in de sfeer. En brengt mijn moed ook een beetje omlaag. En we hebben nog 2 weken om echt
alles uit de kast halen voor Congo. Dus ik wil echt wel naar het volgende land gaan waar het echt mogelijk is. Dus ik ga nu zien hoeveel de vluchten zijn voor morgen. En dan ga ik even zien welke hulplijn ik ga inschakelen. Sowieso moet ik weer 10 euro uit mijn eigen zak geven. Hier een donatielink, dat ik weer een hulplijn ga inschakelen. Maar voor dit is het wel nodig, want Italië, het werkt gewoon jammer genoeg niet. Het werkt jammer genoeg niet. Mijn excuus ook, ik heb vandaag precies heel veel gezaagd. Dat komt misschien gewoon omdat ik ben al 2 weken echt hard aan het grinden. Ik ben hard aan het gaan, bloot op mijn plaats elke dag een vlog. En dan zie je dat de views niet zo lekker gaan. En de donaties lopen ook heel langzaam aan. En de abonnees stijgen ook niet echt veel. Ik vind dat niet mijn eigen van. Doe je namelijk voor niks of doe je namelijk voor iets? En ik moet het natuurlijk niet zo doen. Maar het motiveert me wel als je ziet van oké, deze content is leuk wat ik aan het doen ben. Ze willen samen met strijden, want ik ben niet alleen, we doen dit samen, snap je? Als ik dan ga vloggen en probeer awareness te creëren, kom gewoon. Ik hoop ook van oké, mijn kijkers die doneren, komt als er nieuwe kijkers aantrekken, die nieuwe ook gaan abonneren, bla bla. Zulke dingen, snap je? Dus vandaag was gewoon de frustratie zo hoog en dan dat alle Italianen geen geld wilden doneren, was zeg maar zo de druppel die de emmer liet lopen. En ik was gewoon zo boos. En ik had gewoon zoveel frustraties, wat normaal is, want ja, ik ben al zoveel dagen weg. Ik eet niet zo goed. Het is allemaal mentaal heel erg zwaar. Mensen onderschatten het een beetje. Maar ik probeer altijd positief te blijven, ondanks hoe moeilijk het ook is. Natuurlijk niet voor niks. Ik probeer zoveel mogelijk te doen voor Congo. Ik ga sowieso ook niet opgeven. Opgeven staat niet in mijn woordenboek, maar het wordt wel lastig. De laatste 2 weken gaan nu van start en moet ik gas geven. En hopelijk komen we aan die 10.000 euro. Ik weet niet hoe, maar het zou echt nice zijn als we 10.000 euro kunnen houden voor 30 december. Dat zou echt super mooi zijn. Sorry dat ik een beetje gezaagd heb vandaag, maar het was vandaag zoveel en het was gewoon een druppel. En ja, ik wou nog even zeggen, het is super blij voor iedereen die de video's kijkt, iedereen die reageert. Ik hou van jullie allemaal. En hopelijk kunnen we samen de 10.000 euro behouden. En als jullie tips hebben voor mij, laat even weten in de comments, man. Ik lees de comments, ik hoor tips. De comments motiveren mij ook, maar als jullie mij willen motiveren, de comments motiveren mij echt, geven energie voor de dag erna. En stel je voor, we geraken niet bij de 10.000 euro. We hebben tenminste geprobeerd en met al dat geld dat we dan hebben gemaakt, gaan we nog steeds weggeven aan de mensen in Congo. Dus het gaat niet zijn als we geen 10.000 euro hebben, ja, 10.000 euro niet gehaald. Ja jongens, Congo, ja, laat dat maar zitten, nee. Maar alle geld dat we gaan inzamelen, ga ik nog steeds geven aan de mensen in Congo, dus dat is belangrijk. Maar laten we de laatste 2 weken gewoon super hard knallen. Nieuwe abonnees erbij krijgen, nieuwe donaties en dan kunnen we echt het jaar sterk afsluiten. Love jullie. Jawel jongens, ik heb mijn tweede hulplijn ingeschakeld. Zoals ik zei, Italië is niet echt aan, mensen zijn niet open-minded. Ik was hier beu, dus ik ben genoodzaakt om mijn hulplijn in te schakelen. Dat betekent dat er weer 10 euro van budget wordt afgehaald, dat ik zelf moet doneren naar Congo en dan nog eens 10 euro omdat ik het zelf niet heb uitgevoerd. En als jullie al weten wat het zelfs was, ik moest een pizza eten met een vreemde in het best beoordeelde restaurant van Rome. Ja, dat ging sowieso niet gebeuren. 1. Ik kan moeilijk geld maken hier. 2. Welke vrienden moeten bij mij een pizza eten? Dus ja, ik was genoodzaakt om een hulplijn in te schakelen. En ik ga morgen vertrekken om 6:50 heb ik een vlucht. Dus als je kan raden naar welk land ik kan gaan, dan krijg je een cadeautje. De mensen van Malta die het goed hebben gedaan, stuur me op Instagram. De mensen die Italië goed hebben gedaan, stuur me op Instagram. Want jullie mogen meedoen in een video in januari 2024. Om mee te doen in de video. Dus stuur mij een bericht met bewijs dat jij een comment hebt gelaten. Laten we nu de vlucht boeken en slapen. Jawel jongens, dit is namelijk het einde van de video. Het is niet gegaan zoals we wouden, jammer genoeg. Maar geen probleem, we hebben ons best gedaan. Nu is het moment om naar een ander land te gaan. Vergeet sowieso niet te liken, te delen, comment achter te laten. En als je kan raden naar welke land je toe zou gaan, en je kan het goed raden, dan ga jij meedoen in mijn video in januari 2024. Dus laat sowieso een reactie achter en zie ik jullie morgen bij een nieuwe aflevering. Ciao!